Nou zie ik hier een pan met allerlei lekkers, maar wat is dat dan eigenlijk? Dit aten de mensen vroeger, als ze naar het hooiland of met de rogge bij elkaar halen. Dan was moeder druk bezig met gortepap en daar kwam allerlei kruiden kwam daarin. Brandnetel, kervel, munt en nou, wat nog meer. Selderie, van alles komt erdoor. Brandnetels. En dan, ja, brandnetels ook. En dan rozijnen. Eerst laten wellen en dan deden ze er soms ook nog spek bij in en verse worst en rookworst en droge worst. En dan de naam kruidmoes is een kruid? Ja, gewoon kruidenmoes. Ja. Ja. Ja, kijk, zo moet je schrijven. Kruidmoes. Nou zou u aan het krentje breien maken zijn. Ja. Wilt u de pan eens even van de deksels van de pan halen? Zeker, zal ik doen. Dit is dus de krentjesbrei, met heel veel gort erin en vruchten van wat op het land was natuurlijk. Hè. Bramen, frambozen, kersen, ja, hier zitten pruimen in en appels zitten erin. Ja, van alles, bessensap. Ja, het ziet er super lekker uit. Ja, nou, het is ook lekker. Ja, maar veel jeugd zegt smerig. Nou, nee, ze vinden het toch wel lekker. Het is zoet-zuur, hè? Dus ja, het is wel lekker. Ja. Nou, ik hoop ook dat deze pan leeg komt vandaag. Zeker, ja, dat hoop ik ook. Oh. Komt hier zo? Ja, daar staan. Ik zal het even doen. Oh, dat is jammer. Ja, snel. Ja, prachtig. En dan moest alles weer in de huis. Ja, zie je. Nutella en... Echt opzetten. Ja. Ja. Wat ben je aan het maken? Broodjes. Broodjes? Ja. En wat voor broodjes worden dat? Gevlochte broodjes. Dat zie je best doen, hè? Ja. Dag hoor. Hup. Rijn Vos van Avezaten. Ja. Een prachtig draaiorgel. Vertel er eens wat over. Ik heb dit orgel gemaakt toen ik met pensioen ging. Toen dacht ik, ik wil een project hebben. En dit was een heel mooi project. Ik heb er een jaar over gedaan en toen deed hij het. Toen was hij klaar. Ja. Maar wat bent u voor een beroep geweest dan? Ik was directeur van een basisschool. Dus een heel andere tak van sport. Ja, daar valt mijn mond bijna van open. Dat hoeft nou ook weer niet. Ja. Maar u heeft het orgel zelf gemaakt, ja. Maar ook de boeken? Ja, de boeken heb ik ook zelf gemaakt. Het orgelkarton heb ik gekocht. En ik heb een ponsmachine gemaakt. En daar kan ik al die gaatjes mee ponsen. En dan pons ik daar die muziek in. Ja. En u reist dan de stad en land af? Nee hoor. Nee. Ik kom hier één keer per jaar, draai ik hier op de Open Molendag.
En dat vind ik heel erg leuk. Ik heb onder andere bij al die molens gestaan. En dan vandaag sta ik hier. Hidde, wat ga je eten? Pannenkoek. Ja, wat voor pannenkoek? Wat zit er op de pannenkoek? Spek. Spek. Zou die lekker zijn, wat denk je? Lekker. Ja? Hé, maar wie bakte bij jullie thuis altijd de pannenkoeken? Mama. Mama. En kan ze dat lekker? Ja. En van welke pannenkoeken hou jij nou het meest? Spek. Van spek. En doe je ook nog wat anders erin? Nee. Dat niet, alleen spek. Daar word je sterk van. Nou joh, eet smakelijk hè. Dag gedaan, dankjewel. Dankjewel. Dag hoor. Wat voor pannenkoek ga je eten? Kool. Een pannenkoek met stroop. Met stroop. En zit er nog wat in die pannenkoek? Ja. Wat zit erin? Kool. Spek. Spek. En hoe heet jij? David. David, wat een mooie naam, Jan. En ben je op vakantie hier? En waar kom je vandaan? Van Blackmorst. Wij komen uit de Krim. We wonen in de Krim. In de Krim? Oh, dat is vlakbij. Ja, dat is vlakbij, ja. Klopt. En we zitten op de camping de Blackmorst, hè? Nou, en vandaag, hoe vind je het hier? Thank you.